krijgen maar 30 seconden, hè? Ik weet heus wel hoe dit spel werkt, hoor. Jij omschrijft een woord. Ja, en dan moeten wij raden welk woord het is. Gerda en ik, wij zijn hier heel goed in. Yes, Team Terda. Team Terda? Team Terda. Theo en Gerda, bij elkaar, Team Terda. Ja, wij zijn zelfs zo goed. Wij waren 8 jaar lang ongeslagen Nederlands kampioen 30 seconden. Kampioen 30 seconden, maakt dat de kat wijs. Ja, wij waren 8 jaar lang Nederlands kampioen. Ja, totdat we niet meer mee mochten doen. Omdat Theo een wind liet tijdens de finale. Zo typisch weer ook allemaal, hè. Ja, maar de sport die ik moest omschrijven, dat was windsurfen, hè. Nee, hoe had ik dat anders moeten doen? Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Het kon ook niet anders, ja. Zeggen. Zal ik beginnen? Ja, helemaal zin in. De tijd... Dit is de bondscoach van het Nederlands elftal. Dat is Justin Bieber. Justin Bieber? Ja. Nee, man. Dit gaat over sport. Het is geen vrouw, maar een meisje. Nee. Hij staat in de wei. Hij zegt boe. Een schaap. Nee. Hij zegt een nee, zo. Gaat het wel, Ron? Tuurlijk. Wacht, schiet hem op. Het is... De tijd is om. Ja. Sorry, Ron. Ja. Nee, geen eentje goed. Wat was het nou dan? Een koe? Ja. Het is geen vrouw, maar een... Nou, wie dan? Nou, een man. Ronald Koeman. Ja, precies, ja. Nog nooit van gehoord. Wacht even, ik dacht dat jullie heel goed waren, maar jullie kunnen er helemaal niks van. Ja, echt wel. Wij zijn Nederlands kampioen geweest. Jij doet het verkeerd. Ja, sorry Ron, je kent er helemaal niks van. Nou, wacht even hoor, dit lag niet aan mij. Ronnie, let op. Zo doe je dit. En de tijd, die loopt. Zie plaats. Ja, hoe heet het ook alweer? Ik weet het. Het wereldkampioenschap voetbal, 1994. Juist, de volgende. Haarklipjes ingevroren in raketijsjes. De marathon van New York. Yes, volgende. Ja, ga door. Onder ze boven op je fiets naar de maan en dan smeerkaas eten op je cracker. Max Verstappen. Goed. Stel. Is het Frank de Boer? Nee. Ronald de Boer. Dat is hem. De laatste. Kalknagels op een manege vol met magere aardbeienkwark. Femke Bol. Ja. Stop de tijd, ja. Allebei goed. Goed hoor, ja, alles goed, goed. Laat het kaartje zien. Ja, dat klopt dan allemaal, ja. Ja, Nederlands kampioen, Ronnie, dat zei ik toch? Team Terda! Ger en ik, we hebben een half woord. Genoeg. Nou, dat is heel indrukwekkend. Ja, dat weet ik. Ach, laat ik eens kijken of we weer kunnen inschrijven voor het Nederlands kampioenschap. Dus even ja, kijken. Kijk even, doe even. Ja. Zeg Theo, als jij nou zo goed hierin bent, hè, dan moet je deze eens raden. Kom maar op. Komt-ie. Een sportpresentator van een kinderprogramma. Jarenlang ervaring. Echt een televisiegenie. Een legend. Ik heb eigenlijk geen idee. Jij kan er helemaal niks van. Gerda, jij moet raden. Ja. Het is een sportpresentator. Hij is een legende. Het is een mooie man. Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Hij presenteert Zapsport. Ja. Hij staat voor je. Is het Theo? Nee, natuurlijk niet. Is het Harry Rozenstruik? Harry Rozenstruik? Ik denk dat ik weet wie jij bedoelt, maar jij kan er helemaal niks van. Jawel. Let op. Bolle goudvis, kannemelk dat over de datum is en cavia-keutels. Ron Borsat. Wat? Ja! Hoe noemt hij mij? Ron Borsat, zei ik gewoon. Nee, zei jij cavia-keutel? Nee, dat heb jij verkeerd verstaan. Ja, dat jij noemde mij cavia-keutel. Ron Borsat. Nee. Tring. Oh, mijn telefoon gaat. Ja, heb je me nodig? Ik moet er vandoor dus. Ja, ik kom er dan. Nee. Je nee. Moet er vandoor, mensen. Nee, jij noemde mij cavia-keutel. 30 seconden. Wat een heerlijk spel is het toch eigenlijk?